Goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat gebeuren. Is het voor jou wel een goedemorgen? Ja, fantastische morgen. Ja, want waar zijn we nou onderweg? Gibbon Experience. Naar de? Gibbon Experience. En wat is dat? Nou, dat is een experience met gibbons. Nee, het is een driedaagse jungletocht waar we gaan ziplinen en wandelen en slapen in de bomen. En als het goed is gibbons of aapjes gaan zien. Of andere wilde dieren. Wilde beesten. Ja. Ja, leuk. Gaat zo beginnen. Heel leuk. Even lekker lounge. Want zo meteen begint de voorstelling. De voorstelling. We zijn vertrokken. We hebben een beetje geluk. We hebben de VIP's. Gaan we doen? Geen idee. Lunchje? Eerst een lunch. Nog even lunchje, ja. Bas. Net de uitrusting gekregen. Dan gaan we verlopen, hè? Uurtje, anderhalf uur. We gaan steeds eens verder de jungle in. Oh, cool. See you. Do that now. Ça a commencé déjà, mais c'est pas fini. Oké, perfect. Welkom in onze boomert. De wasbak. Wc. En de douche. Wauw. Thank you. I think we will. Cool. Een soort keukentje. Water, spelletjes. Leuk. Eens even een douche nemen. Oeh. Koud. Het water valt gewoon hier tussendoor. Ik hoop dat er geen aapjes lopen. Vet toch? Om hier te douchen. Dit is vanavond ons bed. Mosquitonet gaat er omheen. En dan onder het matras moeten de tassen erin doen. Want het schijnt dat hier s'nachts ook ratten komen. Daarom hebben we het eten in dat rode ding gedaan. En anders vreten die ratten alles op. Dus, nou ja. Who wants some mushroom? Me. Goedemorgen. Het is 5:45. Eigenlijk moeten we over 3 minuten weg. We zijn nog een beetje aan het klaarmaken. En dan gaan we de zonsondergang kijken met z'n allen. Zonsondergang? Zonsopkomst. Of ga. Nou, het gaat daar helemaal goed. En hier zijn vannacht allemaal ratten geweest. Heerlijk. Ja. Nou, let's go. Goedemorgen. Zo'n aapje. Wow. Zo cool, zo mooi. Het was echt heel leuk. Ja. En daarachter komt de zon op volgens mij. Hoi hoi, we zien nu bij het bewerken dat we vergeten zijn om wat dingen in te spreken tijdens het filmen. Of wat hebben we gedaan op dag 2. Nadat we in de ochtend aapjes hadden gezien, zijn we terug naar het huisje om te gaan ontbijten. En daarna gingen we een hike maken. Ja, hike naar de hele grote bomen, een beetje onder onze boomhut. Ja. En daarna gingen we nog wat ziplijnen, lekker eten weer met de groep en vroeg naar bed vooral, want we waren allemaal heel moe. Ze dan ook een rotje met de telefoon zo. Hoe vind je zelf dat gaat? Ik ben niet ervan. Je moet met de wand. Erg goed. Erg goed. Te hard. Yeah, like this. Cool. Angel? Sorry. No worries. Do you want anything to say? Hey. We're gonna go to see big tree. Big tree? Whoa. At first I thought it was a rock, but Iets naar links nog, nu sta je een beetje vervallen. Hoe vind je het er nu toe? Heel leuk. Ja? En wat vind je dan leuk? Alles. Yeah. Yeah. Uh-oh. And I would say, uh-oh. Don't burn yourself. Wow. Wow. Whoa. That's impressive. Einde van dag 2. We zijn net tijd terug voor de zonsondergang. Even een kieken. Hey. Op de derde en laatste dag werd ik wakker om 4:30 morgens en ik dacht, laten we nog een keer gaan proberen om de apen te zien. De rest van de groep bleef lekker slapen. Ja. Dus ik heb de gids wakker gemaakt en we zijn in het donker door de jungle gelopen om naar zo'n uitzichtpunt te gaan. Daar heb ik ongeveer 3 kwartier gezeten, hebben we geen apen gezien. Dat was wel heel mooi, mooie zonsopkomst. Daarna ben ik teruggegaan naar de groep. Ja. Lekker samen ontbeten, inderdaad, spullen gepakt en toen zijn we naar de andere bomen gegaan, bomen nummer 1. Ja. En daar waren het wel gibbons, ja. Dus Robert is een beetje voor niks over opgestaan, want wij hebben als groep alsnog de gibbons gezien, dus dat was wel heel leuk. En toen zijn we vervolgens eigenlijk teruggegaan naar het basiskamp en hebben we de laatste ziplines gedaan. Ja, super. En toen weer in de jeep terug naar Worksite. All right, see you there. See you there. laatste dag en ook onze helaas laatste ziplijn alweer. Nu gaan we terug richting het kamp. Ja, en dan een uurtje lopen. Iets van een uur en dan gaan we lunchen en dan gaan we weer met de jeep weer terug naar het plaatsje waar we zijn moeten. Ja. Wat vond je van de Gibbon Experience? Ik vond het echt heel leuk. Ik had het niet willen missen. Ik vond de uitzicht heel mooi. De gidsen waren echt heel goed. Ja. Het zipleiden was gewoon heel gaaf. De bomen waren echt heel mooi gemaakt. En we hadden een hele leuke groep. Ik denk dat dat ook wel echt ervoor heeft gezorgd dat ik een hele leuke ervaring vond. En jij? Wat vond je van de ratten s'nachts? Ja, nou ja, niet zo heel chill. Ik kon de eerste nacht niet echt goed slapen. Je hoorde het ook. Yeah. Maar we hadden wel een soort van klamboe laken over ons heen. Dat een soort van schijnveiligheid zorgde. Precies, precies. Ja, ik vond het ook super vet. Ik vond het vooral cool ook om s'nachts in de jungle te lopen. Met allemaal spinnen en zo. Allemaal geluid om je heen. En ik sluit me volledig bij je aan. Ja. Mooie ervaring. Zeker.